Hallo, ik ben Willem en ik vaar op het moment met de Terry 385 over de Amer naast de Biesbos. Ja, zoals je ziet, 5 pk Yamaha motor, doet het prima. Komt goed vooruit met het bootje. Het bootje weegt leeg nog geen 100 kilo. En hij is ook zeer wendbaar. En hij ligt heel stabiel in het water door de wind die eronder hangt. Ik laat zo nog even een stukje zien van hoe dat het in de haven is. Even een aantal dingen zal ik nog vertellen over de boot. Er zit een... De Terry is een dubbelwandige boot. En de ruimte daartussen is gevuld met schuim. Er staat ook een filmpje op YouTube. Hij kan eigenlijk niet zinken. En als je hem stil hebt staan, dan zit er een dop in, die kun je eruit draaien en dan loopt al het water er vanzelf uit. Eigenlijk heel simpel, maar wel handig. Nou ja, ik zou zeggen, geniet even mee. Even dat geneer laten lopen, om te zorgen dat die brandstof blijft krijgen. Ook prima. Achteruit. En we zijn stil. Dan even uitzetten en weer starten. Alleen dan moet ik hem wel even neerleggen. Dan zie je dat hij in één keer weer doet. Luchtgekoelde motor. Je zou heel veel koelproblemen verwachten, maar dat is niet zo. Het enige voordeel is dat er helemaal geen onderhoud aan zit, want je hebt geen impeller en zo. Hij is weer ingepakt. En de motor past zelfs bij een 106 in de kofferbak, dus dat moet bij andere auto's ook lukken. Kabeltje eromheen gewikkeld, lampjes eraan, motortje dus eraf. En dit is hij dan.